Een hele goeiemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video, een nieuwe vlog en bij mij. Ik heb weer een papiertje gekregen van de postbode en dat is om weer een pakketje te gaan halen dat ze mij opgestuurd hebben. Waarschijnlijk is dat weer een pakket van Wish, denk ik. Ik zou het niet weten van wat anders zou het kunnen zijn. Ik weet het zelf niet meer wat ik allemaal nog besteld heb op Wish en wat ik nog niet besteld heb op Wish. Dat is ook normaal als ze 2 maanden wachten, of als het 2 maanden duurt, beter gezegd, voordat ik het pakketje pas aankrijg. Want dat moet van China komen en dan wordt dat nog naar daar gestuurd en naar daar gestuurd. En dan duurt dat weer heel lang, wordt dat niet. En dat duurt ongeveer 2 maanden voor ik dat pakket dan toe krijg. Dat is zo lang, hè, mensen. Als je iets bestelt op Wish, dus hou er rekening mee, mensen. Het duurt bijna 2 maanden voordat je dat pakket pas toe krijgt. Dus ik ga nu naar de post, ik ga kijken wat dit pakket inhoudt en ja, I don't know what it is. Het is dus ook een surprise of een verrassing voor mij. Zo, ik ben nu naar de post aan het wandelen om mijn pakket te gaan halen. Ik weet het echt niet wat het is. Het is dus echt ook een verrassing voor mij. I love surprises. Ik ben echt aan het denken, wat zou het kunnen zijn? Het moet alleszins iets van Wish zijn, denk ik. Want dat is eigenlijk de enige website waar ik op bestel. We gaan het zien. Zo, lieve mensen. Ik ben naar de post toegekomen. Nu gaan we zien wat ik heb. Want ik weet het echt niet meer wat ik besteld heb. Of wat. Ik weet het niet. We gaan nu kijken. Hey, ik ben weer thuis aangekomen van de post met mijn pakket. Het was inderdaad een pakket, maar deze keer staat er niet bij of dat van Wish komt of niet van Wish komt. Staat er nergens niet bij op. Ik weet alleszins dat het wel uit China komt, want dat staat er wel op. China Post, maar er staat niks bij Wish deze keer. Dat is heel raar. We gaan alleszins openmaken. Dat lijkt precies weer op een blouse. Raar, heb ik nog blouses gekocht of besteld? Ik weet het niet. Ja, ik denk dat ik het heb. Het is inderdaad een blouse. In het roze, mijn lievelingskleur. Oh my god, ja. Als jullie mijn lievelingskleuren nog niet wisten, dan weten jullie het nu. Roze en paars. We gaan het er even uithalen en gaan we eens kijken naar deze nieuwe blouse. Een blouse van Adidas. Oh my god. Oh, het is weer met zo'n kapje aan, zoals jullie zien. En het is een blouse van Adidas. Wacht, ik ga het even laten zien. Een mooie, mooie blouse van Adidas. Oh, ben ik hier zo blij mee. Oh my god. Hij lijkt precies een beetje groot, maar ja, we gaan proberen, hè. Ik ga ze even aandoen en dan laat ik het jullie zien hoe het eruit ziet. Trouwens, lieve mensen, ik heb mijn blouse aan, mijn nieuwe blouse aan met die kat op. Deze heb ik toen ook gekocht gehad online op Wish en ja, die zit eigenlijk nog wel goed en het is goed warm. Want van binnenin, in die blouse, zit vlies in. En vlies, ja, is voor de winter altijd goed warm, hè. Dus ik ga nu even mijn blouse van Adidas aandoen en dan kom ik zo dadelijk terug bij jullie. En oké, hier ben ik dan weer. Ik heb ondertussen mijn blouse aangedaan van Adidas. Ik moet zeggen, hij zit heel goed. De mouwen zijn deze keer eigenlijk goed. Dat is de eerste blouse dat ik bestel van Wish, waar de mouwen redelijk nog goed zijn. Die andere zijn niet zo goed, maar goed. Dat is mijn blouse van Adidas. Ik vind het heel mooi, heel goed. Hij zit ook goed. En het is weer langs de binnenkant ook fleece. Dus dat gaat weer goed warm zijn voor de winter. Ik ben er zelf heel blij mee. En ja, die ga ik ook alleszins heel veel aandoen deze winter. Ah, nu moet ik nog naar het kruidvat gaan, want ik heb nog make-up spulletjes nodig. Nog zo'n beetje van die poeder, want mijn poeder is op van mijn make-up. Dus die moet ik wel even gaan halen in het kruidvat in Leuven dan. Want ja, aangezien dat ik niet ver van Leuven woon, ga ik daar naar de winkel. Ik ga mijn blouse van Adidas gewoon aanhouden. En dan kom ik straks terug bij jullie, hè.
The sun is shining. I love that. Zo, ik ben ondertussen naar de bushalte aan het wandelen om naar Leuven te gaan en dan ga ik naar het Kruidvat mijn poeder halen van mijn make-up. Die is op. Ik smink me niet veel, maar ja, het is wel altijd leuker natuurlijk. Dus ik ga nu naar het Kruidvat en dan kom ik straks weer bij jullie. En welkom bij mij terug. Nadat ik naar het Kruidvat ben geweest voor mijn make-up te gaan halen, wat heb ik in het Kruidvat precies gekocht gehad? Mijn poeder, dat had ik nodig. En ja, deze had ik nu niet echt dringend nodig, maar ik heb het dan toch gekocht gehad. En dat is zo een siliconen dingen voor uw make-up aan te brengen. Uw fondantijn en wat nog allemaal. Dus ja, dat is zo echt zo in siliconen. Ik denk dat dat wel tof is. Ik ga dat eens open doen om eens te kijken. Oh, ik heb mijn schaar weer niet bij. Ah jawel, ik heb mijn schaar wel mee. Wacht even. This time. Ik ga dat even opdoen. Ja. Ja, het is inderdaad een siliconen. Zeg het, in siliconen. Het lijkt wel op een siliconen borst. Oké, ik heb dat niet gezegd, hè. Dat was mijn mond. Maar, lieve mensen, er is ondertussen nog een cadeautje in mijn brievenbus gekomen. En dit komt wel van Wish, denk ik. Ik ga even kijken. Het staat er weer niet op of dat van Wish komt of niet. Maar ja, het komt alleszins weer uit China. Dus dan zal het wel van Wish zijn, aangezien Wish uit China komt. Er zitten precies 2 producten in. Ik weet ook niet meer wat ik gekocht heb, lieve mensen. Ik heb zoveel besteld gehad op Wish, dat ik nu zelfs niet meer weet wat ik eigenlijk allemaal besteld heb en gekocht heb. Ik denk dat ik voorlopig niks meer ga kopen. Ah, dat is kei mooi. Oké, dat herinner ik mij nog wel. Dat is blijkbaar ook voor mijn make-up aan te brengen. Dus voor de girls onder elkaar. Deze is een witte. Je doet dat open hier. En ik heb een roze. Ik ga dat ook even opdoen. Nu, zoals dat jullie zien, denk je van, ha, maar dat is toch veel te kort voor uw poeder aan te brengen. Dit is niet voor uw poeder aan te brengen, hè, mensen. Deze is eigenlijk voor uw fondantijn aan te brengen. Dan smeert dat goed. Oh. Oh my god, dat stinkt, zeg. Ja, het komt van Wish natuurlijk dat dat stinkt. Maar goed, ik ben daar ook heel blij mee. Ik heb van alles gekocht gehad, want ik ga nog een extra Halloween video maken. Dus ben jij heel benieuwd naar deze Halloween video? Blijf dan zeker mijn vlogs en mijn video's volgen. Ik heb mijn heksenhoed gevonden. Ik had die in de action, in verschillende soorten actions, gezocht gehad achter een heksenhoed, maar ik vond het niet. Ik weet niet of ik het jullie al in een van mijn video's heb laten zien, maar ik heb dit gekocht gehad in de action. En hier ga ik een tutorial van maken, van hoe dat je dit moet gebruiken.
Maar ik dacht in mijn eigen, ik wil nog wat anders. Ik wil niet alleen dit voor Halloween, hè. Oké, dan is mijn gezicht wel geschminkt, maar wat met de rest dan? Ik dacht in mijn eigen, ik ga vandaag ineens ook naar de Wibra en ik ga daar eens kijken voor een heksenhoed. Want uiteindelijk ging ik naar de Wibra voor een heksenhoed. Iemand had mij verteld gehad dat daar heksenhoeden waren, dus ik dacht in mijn eigen, ik ga naar daar om te kijken. En inderdaad, kijk eens, ik heb een heksenhoed gevonden. Ik zal ze even opzetten. Hoe mooi is dit? Als ik nu nog zo doe. Ik kom je pakken! Dan lijk ik echt wel op een heks als ik dit doe, oké? Oké, we gaan dat even... We gaan dat gewoon even aanlaten. Wat heb ik nog allemaal gevonden? Ik had nog wat accessoires gevonden. Nu, de verkoopster zegt tegen mij dat die 's avonds of als het donker is licht geven. En ik hoop dat dat waar is. Want dan kan ik jullie dit laten zien, niet waar? Dat zijn vingers. En die zouden in het donker moeten licht geven en dat komt ook van de Wibra. Heksenvingers, dus dat past goed bij mijn schmink en bij mijn hoed. Wat heb ik nog gekocht gehad van accessoires? Ik heb een armbandje gekocht met van die skulls in het Engels dan. En in het Nederlands zijn dat doodskoppen. Dat kostte ook maar 1 euro of zo. En dan heb ik nog voor 1 euro van die oorbelletjes gekocht gehad. De bijpassende oorbelletjes, ook met skulls of hoe dat je het ook zegt. Ja, dus ik ben helemaal klaar om mijn heksenvideo te maken of mijn Halloween video te maken. Ben jij benieuwd naar deze heksenvideo of naar deze Halloween video? En wil je deze absoluut niet missen? Abonneer dan zeker op mijn kanaal en vergeet het belletje niet aan te klikken naast de abonneerknop om zo op de hoogte te blijven van deze video. En dan ga je zeker op de hoogte blijven van de Halloween video die er aankomt en nog andere video's. Goed, dan ga ik nu mijn video afsluiten, want ja... Ik ben moe. Ik heb eigenlijk... Op dit moment heb ik een dumping. Je zou het niet zeggen, maar ik heb... Op dit moment heb ik een dumping. Ik heb onderweg snoep gegeten. En ja, ik... Sinds mijn gastric bypass kan ik eigenlijk geen snoep meer verdragen. En word ik daar eigenlijk misselijk en ziek van. Zie ik zwarte spots voor mijn ogen. En dat komt allemaal door de suikers. Dus ja, ik mag normaal geen suikers eten. En wat doet Katja? Natuurlijk, suikers eten. Ik zal het ook nooit leren. Maar goed, zwart, ik ga mijn video afsluiten. Vond je deze video toch een hele leuke video? Doe dan zeker alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te klikken naast de abonneerknop om zo op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel mijn video's met andere mensen en laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende nieuwe video of vlog. Doei!